En ik werd net ook een beetje paranoid. Omdat ik dacht dat er in de muziek van Jungle by Night vogelgeluiden zaten. Maar ik dacht, dat kan helemaal niet. Want ik zit natuurlijk mee te loeren hier in die livebox. Maar Gino, Bijke, het kan wel. Ja, zeker kan dat. Nog één keer, even met je, gewoon met mond en vingers. Ik fluit gewoon en dan met mijn onderlip die beweging met mijn vingers. En dan krijg je een soort van vogelgeluid. Ja, maar als ik dat doe, dan krijg je... Heel veel mensen spannen hun onderlip tijdens het fluiten, maar... Op een of andere manier is hij bij mij los, dus ik kan het, zeg maar. Maar, dat is echt... maar heb je het ook zo ingespeeld op de plaat zelf? Nee, we hebben op de plaat zelf... We hebben het opgenomen, de plaat, op een supermooie landhuis. We hadden echt gewoon helemaal weg. We hebben een mic-gang bij deze track. In de tuin, waar we gewoon altijd chillden en ontbeten en alles. En we hebben gewoon in een boom, heeft onze geluidsman heeft dan echt een microfoon gehangen. En om al die vogelgeluiden op te nemen. Dus hebben we er weer een heel stuk daarvan opgenomen. En onder deze track gezet ook, in de achtergrond. En was daar ook echt een hangmat? Ja, zeker. We hadden een hangmat waar we gewoon met z'n allen in konden. Echt een giga hangmat. En dan als we een track net af hadden of zeg maar de eerste paar takes hadden opgenomen, we dachten we hebben hem. Dan gingen we het afspelen over de speakers, keihard blazen, want het was toch in the middle of nowhere. En dan gingen we lekker in de hangmat achteruit liggen en de track luisteren of, of gewoon lekker genieten van de muziek. Ah, zo is die track dus ook hangmat gedoopt, die jullie net deden. Maar de volgende track die jullie gaan spelen, die is Stormvogel. Was er dan ook een stormvogel in dat huisje? Nou, niet in het huis gelukkig. Maar ja, het is niet altijd even rustig bij ons natuurlijk. En het stormt ook wel eens. Ja, dit is een hele goede... Ik weet niet, ik zie heel veel dingen voor me als ik stormvogel voor me zie. En een van de dingen is dit nummer. Maar is er ook, want jullie zijn met z'n negenen... één iemand die dan de stormvogel zou zijn? Dat je zegt, nou, dat is echt een beetje... Dat mag jij straks misschien wel, als jij zo kijkt, straks, bij het nummer. Oh, er is al iemand een hoofdrol in deze, in die track. Dus dat vind ik wel leuk. En dat is meteen ook een opdracht aan jou, als je de mogelijkheid hebt om mee te kijken via 3fm.nl/live. Even kijken of jij en ik samen de stormvogel eruit kunnen vissen. Er is een hoop te vieren. 10 jaar. Ja. Het jubileum. Bijna. Ja, volgend jaar. Volgend jaar 10 jaar. Ja, oké, maar hoe gaan jullie dat doen? Ja, we hebben nog niet echt over nagedacht. Ik wel, maar nog niks concreets. Nee, we hebben wel heel veel ideeën en plannen bedacht ooit. Dit jaar dus, maar... Ja, dat horen we volgend jaar. Maar eerst hebben we een heel mooie show komende zaterdag in Carré. Ja, de stoelen die worden eruit gesloopt, toch? Waar kaartjes zijn. Oh ja, dus kom. Echt een handvol. Echt bijna uitverkocht. Maar ja, jullie gaan sowieso echt allemaal toffe shows spelen. Die zal ik zo meteen nog eventjes even uitgebreid roepen. Want live wil je het sowieso meemaken, Jungle by Night. Waar ik benieuwd naar ben, voordat jullie een plaat maken... maken jullie gezamenlijk eigenlijk een lijst met criteria... waar het album aan moet voldoen, toch? Of aan wensen. Mm-hmm. Wat voor lijst was dat deze keer? Ja, best wel breed, want we zijn best wel kritisch. En we zijn met z'n negenen vaak het oneens ook, maar ook eens natuurlijk. Maar dan gaan we heel lang discussiëren en praten inderdaad over... wat willen we nu en wat willen we vooral ook anders dan de vorige keer bijvoorbeeld. Wat vonden we goed vorige keer, wat vonden we niet goed... En een van de dingen voor ons was dat er meer rust mocht. Voor ons gevoel dat je beter nog in de muziek kan komen, wat ons betreft. Dus dat was een van de criteria bijvoorbeeld. Hangmat is een heel mooi, rustig, best wel opgewekt nummer. Ja, maar ook voor de misschien wat heftige nummers, dat hier ruimte is om zeg maar je aandacht ergens op te vechten. Want soms hadden we misschien een track waar het misschien te veel was of zo. Maar dat we gewoon in elke track een soort van goede ruimte opzoeken en... En ook, we hadden ook heel graag dat het gewoon... Weet je wel, dat een DJ het op kan zetten bij bepaalde tracks, weet je wel? En dat je het gewoon in een club kan opzetten en nog steeds heel dik klinkt. Dus we hebben ook, toen we de eerste mixes hebben gehad... hebben we het ook op een goede soundsystem geluisterd. Om echt even kijken van, oké, welke tracks kunnen we misschien net nog een beetje sleutelen... om het nog dikker voor misschien voor dansvloer te hebben, weet je wel? Want ja, dit is... Live is het altijd heel... maken we altijd een mooi feest van. En dat wilden we nu op het album ook... meer bereiken dan voorheen voor ons gevoel dan. En dat deden we dus door inderdaad de hele lijst. Maar dit zijn er een aantal van. En het is echt prachtig geworden. Dat hebben we net ook gehoord. Ja, het is echt gek.